sta hier in de wijk Venuslagen. Het is avond, de lichtjes branden, ik heb de fakkel bij me. Want ik wil onder de aandacht brengen de lichtjestocht. Die wordt gehouden hier in de wijk Venuslagen vanaf donderdagavond. Vanaf donderdagavond kan ieder op een eigen tijdstip de wandelroute gaan lopen door de wijk. De verschillende lichtjes gaan zien onderweg. Er is een rebus, er zijn opdrachten. En het is gewoon een hele leuke tocht om te lopen. Want heel veel dingen mogen er niet. Het is een lockdown. En dat betekent, je kan niet zomaar naar buiten om naar een sportvereniging te gaan 's avonds. We kunnen niet allemaal samenkomen in de kerk om het kerstfeest te vieren. We hebben te maken met de lockdown en de richtlijnen. Maar wat wel mag, is wandelen. Heel gezond. Met gezin, met een vriend, met een vriendin, met een kleine groep. Ieder op zijn eigen tijdstip de tocht gaan maken. Hoe werkt het? Je gaat naar het kerkgebouw De Ark, bij de Arken heen, wel bekend denk ik, daar hangt een ster. En bij die ster is een QR-code. En met die QR-code krijg je de eerste aanwijzingen voor de route. En dan ga je een hele mooie tocht maken van ongeveer 2,5-3 kilometer door de wijk. En zie je de lichtjes, de opdrachten. En voor iedere deelnemer is er ook nog een tractatie. Iets lekkers onderweg. En dat belooft echt heel leuk te zijn. Een hele leuke activiteit. Tot en met 7 januari is die tocht te lopen. Opgave is niet nodig. Deelname is gratis. En ga gewoon in de benen en loop mee. En zoek dan ook de verschillende lichtjes op. Zoals hier het prachtige hart. En daar ook nog verder allemaal lichtjes zijn. Een hele mooie tocht wens ik jullie toe.